Goedenavond. Hallo, welkom in mijn Facebook Live voor alweer een nieuwe strategie om snel lichaamsvet te verliezen. Snel en op een lichaamsvriendelijke, gezonde manier. En ik ga mij vanavond op glad ijs begeven. Ik ga vast en zeker tegen gevoelige schenen schoppen. Want ik ga het hebben over, moet je nu tussendoortjes eten of niet? Daar is heel veel discussie over. Ik ga je vanavond vertellen wat volgens mij de algemene regel is. En ik ga ook vertellen wat volgens mij de drie uitzonderingen zijn. Als jullie, hey, dag Auke. Als jullie hier waarde aan hebben, als jullie dit interessant vinden, als jullie iets bijleren, dan mogen jullie mij een like of een love geven. Vind ik altijd tof, dan weet ik dat ik goed bezig ben. En als jullie denken dat jullie mensen kennen die daar ook waarde aan zouden hebben, ga maar taggen en delen. Ga je gang. Oké, moet je nu snakken of moet je nu niet snakken? Als je het mij vraagt, is de algemene regel zo weinig mogelijk. Proberen te vermijden. We hebben altijd geleerd, of tenminste, in bepaalde opleidingen, vroeger heb ik dat ook geleerd en misschien heb je dat vroeger ook wel eens gehoord, dat het beter is om de zoveel uur iets te eten. Om de 2,5 à 3 uur iets te eten. Wel, wie dat doet, die maakt er ten eerste, ja, die leert zijn lichaam om honger te krijgen om de 2,5 uur. En laten we eerlijk zijn, op wat snakken we dan? Op broccoliroosjes, op spruitjes, op selderstengeltjes? Denk het niet, hè? Nee, de meeste mensen snakken met yoghurtjes en koekjes en cakejes en reepjes en fruit. En dat zijn allemaal suikerbommetjes. Als je dat gaat eten, dat hebben we eerder al gezien in de vorige video, dan gaat je bloedsuikerspiegel omhoog en dan gaat je insuline omhoog. En wat zegt insuline dan? Vet opslaan! Reservebrandstof. En we eten allemaal meer suikers, of de meeste mensen eten meer suikers, dan dat ze verbruiken of laten verbruiken door hun spieren. En dat wordt omgezet in vet. En dat is nu net wat we niet willen. Wij willen van ons lichaam een vetverbrandmachine maken in plaats van een suikerverbrandmachine. Wij willen dat ons lichaam snakt op ons overtollig lichaamsvet. Toch? Want dat is wat we kwijt willen. Oké. Waarom zijn we dat vroeger? Dat je om de 2,5 uur iets moest eten, omdat dat je bloedsuikerspiegel in balans zou houden. Dat is bullshit. Dat is achterhaald. Dat is niet zo. Maar ik heb jou verteld dat er uitzonderingen zijn. En hier komen ze. Ten eerste, als je een eiwitprogramma volgt, als je een proteïnedieet volgt, dan beoog je de maximale ketose. Dat is die vetverbranding. En dan heb je volgens je gewicht een bepaald aantal eiwitten per dag nodig. En er wordt aangenomen dat we per maaltijd, per eetmoment, ongeveer 20 tot 30 gram eiwitten kunnen opnemen. Stel dat je dan 150 gram eiwitten per dag moet innemen, dan kom je er niet met drie maaltijden. Dus dan moet je die verdelen over 6 of 7 maaltijden. Okay? En dan is het wel nuttig, maar dan eet je niet suikerrijke snacks, maar dan eet je eiwitrijke snacks. Dat is wel oké. Nu, mijn ervaring leert, ik heb vroeger heel veel met eiwitrijke programma's gewerkt. Mijn ervaring leert dat de meeste mensen er heel fanatiek aan beginnen, heel mooie resultaten neerzetten. In die eerste fase waarin je inderdaad 5 tot 6 keer per dag moet eten en eiwitten moet eten, eiwitrijke producten moet eten, maar dan hebben ze resultaten en dan haken ze af. Want in principe moet je zo'n programma afbouwen. Maar de meesten doen dat niet. In die 5 jaar dat ik dat heb gedaan, heb ik dat elke keer opnieuw gemerkt van poef, ineens zijn ze weg. En afbouwen, nee, dat doen ze dan wel op eigen houtje. En dan kom ik ze 2 jaar later terug tegen en dan, woeps, zijn ze helemaal terug aan hun oorspronkelijke gewicht. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Maar goed, dat is iets anders. Wat ze dan wel hebben geleerd, het nadeel daarvan is, van dat niet netjes af te bouwen, zo'n programma, is dat je je lichaam inderdaad hebt opgevoed om de 2,5 uur te eten.
En als je dan niet meer die eiwitrijke producten gaat eten, want dan eet je iets in de plaats. Dan eet je een gewoon koekje, en gewoon reepje, en gewoon cakeje, en gewoon yoghurtje, en gewoon puddingsje. En dan krijg je veel suikers binnen en dan woep, gaat dat gewicht helemaal de hoogte in. Dat is logisch. Dat was uitzondering nummer 1. Uitzondering nummer 2. Als je veel sport. Wie veel sport, gebruikt dus extra zijn spieren. Die spieren hebben extra brandstof nodig. Daar kun je wel een beetje extra koolhydraten tegenaan zetten. Dat is een goed idee. Voor het sporten wat koolhydraten met wat eiwitten. En na het sporten eiwitten. Om je spieren te laten recupereren. Dus dan is een snack, een verantwoorde, een slimme snack, absoluut wel een goed plan. Ideaal ga je het dan combineren dus met goede vetten, goede eiwitten. Oké, een derde uitzondering is als je lange dagen maakt. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik sta vroeg op, 5:30, 6:00, de laatste. En ik ga meestal 11:00 zoiets slapen. Mijn namiddagen zijn redelijk lang. En ik heb een behoorlijk actieve job. Ik train geregeld mee met mijn klanten. Ik loop 100 keer de trap op en af. En soms voel ik dan wel dat ik een hongertje heb in de namiddag. En dan eet ik iets eiwitrijk en of vetrijk en of vezelrijk. Bijvoorbeeld gisteren heb ik gesnakt met een rijstwafel. Ik heb trouwens het receptje gepost op Instagram. Een rijstwafel met een avocado in stukjes gesneden. Een beetje amino's erop van kokos. Dus een beetje, het kan ook appelazijn bijvoorbeeld, een beetje olijfolie. Ik heb er toen wat cayennepeper op gedaan, een beetje peper, een beetje zeezout. En dat was een heerlijk tussendoortje. Wat had ik dan? Ik had een klein beetje koolhydraten, gecombineerd met goede vetten van de avocado, de vezels van de avocado en ook een beetje in de rijstwafel. En de cayennepeper is dan ook nog eens een keer een stimulans voor mijn metabolisme, voor mijn vetverbranding. Dus dat was een heel goed tussendoortje. En door het feit dat er eiwitten bij waren, dat er goede vetten bij waren en vezels, kon ik heel lang voort zonder honger. Had ik dat vervangen door fruit bijvoorbeeld, dan had ik zeker na een uur weer honger gehad, want dan zit je met die fructose, daar hebben we het eerder over gehad. Ik heb niet gezegd dat je nooit fruit mag eten als tussendoortje. Als je bijvoorbeeld gaat sporten en je wil in de voormiddag of voor 4:00 een stukje fruit eten, doe dat dan. Maar zorg ervoor dat je het combineert met een beetje eiwitten en met vetten, met goede vetten. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, is ik meng er dan wat amandelpasta door mijn fruit. En dan heb ik die goede vetten, goede eiwitten met mijn fruit. En dat lukt dan weer wel. Een vierde uitzondering is wanneer je van het hongerige type bent. Er zijn mensen die door hun genen, erfelijk bepaald, mee hebben dat ze meer honger hebben dan iemand anders. En die kunnen natuurlijk ook een snackje verdragen. Maar kies dan alsjeblieft voor het voorbeeld wat ik daarnet gaf, een snack met eiwitten, vetten, vezels. Dat houdt je gevuld en dat zorgt ervoor dat je er tegen kan tegen je volgende maaltijd. Even kijken, oh ja, wat ik nog wil meegeven. Mensen, laat je alsjeblieft niet vangen door die snackjes waarop staat laag suikergehalte. Want wat er dan in zit zijn synthetische suikers, zijn artificiële suikers. En daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Die zijn nog erger en die hebben nog veel meer gezondheidsnadelen dan andere suikers. Dus doe dat niet. Even kijken, heb ik alles verteld? Kijk, als je normaal gezien... Dus de regel is zo weinig mogelijk tussendoortjes. Normaal gezien, als je een goed uitgebalanceerde maaltijd hebt, over het ontbijt hebben we het gehad. Een maaltijd, wat is een goed uitgebalanceerde maaltijd voor 's middags en 's avonds? Dat is een maaltijd waarbij je een hoeveelheid goede, zuivere, pure proteïnen hebt. Vlees, vis en of andere eiwitbronnen voor vegetariërs en veganisten. Veel groenten, maar dan zetmeelarme groenten, vezelrijke groenten en een klein beetje koolhydraten. En goede vetten. Dat is een goede combinatie en normaal gezien, als je zo'n bord eet, dan zou je moeten 4 tot 6 uur kunnen tot je volgende maaltijd. En je kunt je lichaam daarop trainen.
Als jij nu gewoon bent van om de 2,5 uur iets te eten, ga die tussenperiode altijd een beetje verlengen. Ga dan naar 3 uur, dan naar 3,5 en dan naar 4 uur. En dan kijk eens of je het nog iets langer kunt volhouden. Maar probeer zo weinig mogelijk niet aan die tussendoortjes te gaan. Tenzij natuurlijk je binnen die 3 of 4 uitzonderingen valt. Oké, dat is wat ik wilde vertellen vandaag. Eens even kijken. Wie is er aan het kijken? Auke, Thea, Lauren, Mirella, hallo, hallo allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie vragen voor mij? Hebben jullie vragen over deze topic? Ik weet dat het controversieel is. Ik weet dat er zeer veel verschillende meningen over bestaan. Geen vragen? Oké, dan gaan we afsluiten. En dan nodig ik jullie uit om morgen te kijken om 8 uur, same place, voor een nieuwe strategie om snel lichaamsvet te verliezen. Dankjewel om hier te zijn en tot morgen. Dag!